begeleiding van 4 en 5 jaar voor hun vierde match. Namens FCC Nuland, JV Maandag, FCC De Vaart met Lars van Gogh. Namens de Spuitbossers, Kimani Vrij. Namens FCB Geldermalsen, Valentijn Tegenaar. FCC Nijkerk met Joey Hup. En namens FCC De Spartanen, Nico Graasta. Even een snelle rijders, want dan gaat hier nog wel een strijd losbarst hoor. Heel wat verschillende resultaten zijn er gereden in die eerste drie marges. En deze telt natuurlijk extra mee, dus we gaan eens even kijken wie hier vandaag met de winst er vandoor gaat. Durf ik dan natuurlijk nog niet helemaal zeker te zeggen, want het is allemaal punten op en aftellen zometeen. Maar we gaan hier eens even kijken wat er in die vierde marge gebeurt. Dat is FCV Geldermalsen, Valentijn Tegelaar. Hij is er vandoor hè. Laat Nico Graatsta en Joey Hoek gewoon even achter je. Maar nee, ja, ik ga gewoon op de beste manier voor een mooie podiumplaats. Valentijn Tegelaar is dus de man op plek nummer 1. Nico Graatsta, Joey Hoek gaan dan daar achteraan met elkaar de strijd aan. Het is Nijkerk, dus Joey Hoek schuift op daar naar die tweede positie. Nico Graatsta schuift dus door naar plekje nummer 3. En ook daarachteraan wordt het nog wat spannend. Het is Kimani Vrij hier op plekje nummer 4. Plek 5 dan in handen van Lars van Gogh. Plek 6 in handen van JV Maandag. Maar vooraan in de vierde mars, dus winnaar Valentijn Tegelaar.